ja, alles is variabel en daarom moet je gewoon genieten van wat je hebt en focussen op wat je kan. Ik doe al zo'n 17 jaar en dit is gewoon mijn leven en mijn grootste passie. En ja, ik hou ervan, man. Ik kan gewoon echt puur inleven op het moment met de sport en gewoon genieten van al het reizen. En gewoon doen wat je, waar je van droomt, weet je wel, en dat gewoon waar maken. It's one way to find out, weet je wel. Gewoon ja, de eerste precies. stap en dan komt de rest vanzelf. En dan doorstruggelen. De afgelopen twee series waren mega vet en keihard. En daarom heeft Bunk mij gevraagd om een nieuwe serie te maken waarin ik laat zien als je maar hard genoeg werkt dan werkelijk alles mogelijk is. En daarom ga ik iets doen wat nagenoeg onmogelijk is. Ik wil namelijk leren kitesurfen. En eigenlijk wil ik leren een big air te maken. Een gigantische sprong met een kite door de lucht. En daarom heb ik Ruben Lente gevraagd om dat mij te gaan leren. Ruben Lente, a.k.a. the man himself, a.k.a. Man Extreme, a.k.a. de uitvinder van de big air, a.k.a. de kitesurf legende. Hij wil alleen maar harder, hoger en verder. Letterlijk als het code rood is, gaat hij naar buiten om een zo hoog mogelijke sprong te maken. Deze week gaan we keihard trainen en hopelijk niks breken. Dit is de Big Air. Dat is lekker, hè? Ja, zeker. Zeker. Kijk, dit is weer jouw thuishaven, IJmuiden. IJmuiden, ja zeker. Hier heb ik heel veel mooie sessies gehad al. En vandaag is ook een perfecte dag om even kennis te maken. Zeker weten, want we hebben al een tijdje contact en we gaan nu eigenlijk een week keihard trainen om uiteindelijk een big air te maken. Denk je dat het überhaupt mogelijk is? Nou ja, ik ben een van de beste kitesurfers en jij bent een van de meest ambitieuze kitesurfers, dus ik denk dat dit wel moet goed komen. Maar wat vind jij een big air? Een big air is zo'n sprong door de lucht. Door de lucht. Ja. Voor jou gaat het als een big air voelen, maar als we de beelden terugkijken, dan moeten we misschien nog even discussiëren of verder trainen. Oké. Maar ja, ik wil ook dat jij kan zeggen van, het is wel een soort van big air. Daar gaan we ook zeker ons best voor doen. Ja, maar binnen een week van zero tot hero, dat wordt echt keihard trainen en een mooi avontuur. Dat is één ding wat zeker is. Maar jij vliegt soms ja, geen grap 15 meter door de lucht. Ja, nu zijn we tegen de 30 meter aan en 100 meter ver. Dus dat is een big air. Maar als je dan verkeerd landt? Ja, dat moet je niet doen. En anders doe je dat maar één keer. Oké, laten we gaan beginnen. We beginnen gewoon met spullen pakken en dan gaan we ja, soort pak van haar spullen uit het busje en dan gooi het vliegtuig de lucht in. Eitje. Nice. Top. Let's go. Beginnen. De pet waaide af en nu ben ik aan mijn broek gescheurd. Hey, dit is... is een goed begin. Dit is echt een lekker begin. Oké, maar dit is wel grappig, man. Nou, dat moet nog maar blijken. Dat is grappig, ja, je plaat gaat in dat ding. Denk je dat de kijkers thuis zien dat ik een gat in mijn broek heb, of niet? Denk niet dat niemand dat door heeft. Kijk, dat top weer. Ja, we hebben echt mazzel vandaag, jongen. Het strand heeft toch een soort van rustige werking op mensen, toch? Ja, ontspannen. Niks aan de horizon. Eindeloze horizon. Heerlijk. Ja, weet je hoeveel chicks ik al mee op stranddate heb genomen? Ja, ja, kan wel een gokje wagen. Ja, kom maar. Ja. Ik ga gewoon even uitleggen hoe de wind werkt en waar je powerzone zit. Dus eigenlijk is het een powerzone. Dus jij staat hier, de wind komt altijd uit je rug. Ja. En dit is dan je halve klok. Halve klok. Hier is 12 uur. Dus ik sta hier. Je staat hier, dit is boven je, zeg maar. Oh, dat is boven je. Ja, dat is een hal. Dat is 12 uur. Dat is 12 uur, dat is neutraal. Ja, oké. Dan hebben we hier 9 uur en hier 3 uur. Ja, dus mensen denken soms dat ze zo moeten sturen, maar dat doet niet. Het is echt lijntje korter maken en lijntje langer maken. Lijntje korter, oké. Dus zo leer je straks sturen en de meer snelheid jij de vlieger geeft, de meer kracht die gaat hebben. Doet het wel goed? Ja, dat gaat super. En je hebt ook verschillende soorten kites. Ja, je hebt allemaal verschillende soorten kites. Er zijn allemaal verschillende disciplines in het kitesurfen. Ja. Maar dit is echt een typische beginnerskite. Want ik heb wel eens een keer een video van jou gekeken en dan zeg je ja, ik pak nu mijn 9 of een 7. En dan denk ik, oh ja. Ja, dus de harder de wind, de kleiner de vlieger. Oké, nu gaan we naar de bar toe en dan gaan we dat ding de lucht in gooien. Oké. Ja! Pauw. Ja, boven je hangt gewoon als een soort vlag. Ja. Te wapperen. Oeh. Nou, je hebt er wel talent voor. Oh, yo. Ik vind het leuk, man. Ja, dit is goede shit. Ja. Als ik naar links wil, ik lig dan straks in het water, doe ik mijn kite iets naar rechts, zodat je ruimte hebt om hem naar links te. En dan ga je hangen zo. En hou ik hem alleen maar aan rechts en dan kan ik die kant op blijven gaan, zeg maar. Oh, zo ja. Ik stuur hem niet weer allemaal terug, want als ik weer terug naar 12 uur ga, dan word ik weer die kant van mijn boord afgetrokken, zeg maar. Dus ik doe gewoon op neutraal en dan sweep je hem gewoon naar beneden.
En dan ga je hangen. Helemaal tot de andere kant. Ja, dat is hem. Dat is hem, ja. Nou, dit is het eerste blokuur. Ik zie ze. Maar nu de volgende stap. De volgende stap. Dit is een NASA-wing. Die hangt... NASA-ding? Een NASA-ding. Nu ga je naar space. Ja, dat zou echt wel ziek zijn. Dat zou mooi zijn, ja. Nee, deze heeft best wel wat trekkracht. En nu wil ik dat je aan het karretje gaat zitten en dat je zeg maar druk op die vlieger houdt. Ja. Dus dat je snelheid opbouwt in het karretje en dan aan de, schuin aan de wind gaat, zeg maar. Ik hoop niet dat er veel mensen in de weg staan. Maar ik vond net heel relaxed dat je gewoon met je voeten in het stand staat, gewicht en nu... Nu ben je loose control. Aan het bewegen, ja. Dat is een hele andere techniek. Dus, Oké. Hop, hop, hop. En ik ben weg, hoor. En hier komt. Hoppa, kijk, daar mag je stap hier. Hier, jongen. Hey, hey, kijk, je gaat. Iets wagen. Iets meer naar links sturen. Ja, goed zo. Oh. Oh, shit. Van die kant naar de wind toe sturen. Naar links, met je voeten. Ja, goed zo. Korter maken, hè? Korter. Pas op. Wacht even, rustig. Ja, zo. En dan niet die kant op, want dan verlies je de druk uit je vlieger. Dus die kant op. Oh ja, dus die kant op. Ja, top. Goed zo, en druk op die vlieger houden. Oh, nee. Er zit veel meer kracht achter deze. Hier. Ik heb geen buggy nodig. Lekker dit. Maar wacht maar, hij vliegt achteruit. Trekt. Oh, fuck. Ja, top. Ik weet niet wat me overkomt. Kijk, nu gaat het goed. Kom maar. Ja, hoppakee. Ja. Woehoe. Oh, yeah. Nou, Thomas zien we nooit meer terug. Die is lekker aan het buggyen. Hij wil naar zijn zin. Kijk, dit is het echte werk. Het ding is gewoon 3 keer zo groot als ik, hè? Dit is best wel indrukwekkend. Met 2 handen? Met 2 handjes? Met 2 handjes. Kijk, heb ik het al weer verneukt? Ja, alles moet ik leuk. Even harder. Lekker pompen, schat. Pompen. Nee, we gaan nu de echte kuit oplaten. Dan loop ik hem naar het water toe. Dan gaan we tot aan mijn knieën staan. En dan leer ik je daar de fijne kneepjes aan het vast. Precies dat. Ik ben heel benieuwd. Dit nu gaat, ik vind het wel echt spannend, want dat ding is super groot. En dan met die kleine vlieger eigenlijk, die kleine kite, stond er al best wat power op. En nu... Dat is zeker. Ja, dat was een 2 meter, dit is een 9 meter. Maar ja, je hebt nu ook meer controle. 2 meter, 9 meter. Je hebt al een uurtje ervaring. Dus, uurtje ervaring. Let's step it up. Jij wil een spoedcursus. Ja, wij gaan voor die Big Air. Ja. Zoals ik eerder zei, het werkt als een vlag. Een vlag. Dus dit zijn je middenlijnen die hangen aan je harnas, zeg maar. Dat heet de deep power lijnen. Ja. Dus als ik nu alles loslaat, staat er geen druk op. En dan waait alles gewoon als een vlag toe. Ja. Okay. Als ik de achterkant aantrek, kijk hier, dan geeft hij gelijk al wat power. En nu hou ik hem gewoon een 12 uur. En als je dus weer kort lang gaat doen. Dus als ik nu weer die bar korter ga maken, dan gaat die trekken. Ik vind het wel erg veel. Laten we het stap voor stap aanpakken. Stap voor stap, dan gaan we het water in. Gaan we echt meteen het water in? Ja, maar... Niet eerst op het land? Oh, nee, maar dat is veiliger. Oké, want dan land ik zachter. En dan land jij zachter, dan land de kite zachter. It's time to get wet. Okay. Ready? Top, let's go. Doe. 2 handen aan de bar, nooit 1 hand. Jongens, daar gaan we dan. Oké. Zet hem op, want dit gaat helemaal fout. Dit is wel echt fucking spannend, ouwe. Dit ding is zo huge. Dat kan echt alles aan mij doen. Dat gevoel heb ik. Wow. Fuck, dat ga ik al, jongen. Wow. Oh, jij hangt echt vol gewicht aan mij, hè? Ja. Oh, anders zou het helemaal uit de hand lopen. Wow. Soms dan trek je het hard aan de achterlijn, zeg maar, en dan dekt het al.
Nu moeten we hem herstarten. Er is echt veel wind. En dan trek aan één kant. Maar er is geen wind. Nee, ja, de wind is net gaan liggen. Dus dat is het moeilijkste wat er is. Kaiten zonder wind. Ja, dat wordt het vrij moeilijk. Zeker. Helemaal om een big air te maken. Dan heb je echt heel veel wind voor nodig. Heel veel wind voor nodig. Dus ik denk dat we maar even naar de forecast moeten gaan kijken. Ja. Maar dat is letterlijk wat jij doet, hè? Gewoon eigenlijk gewoon dagelijks het weer bekijken, de wind bekijken. En dan, oké, nou, daar is harde wind. Daar ga ik naartoe. Ja, dat klopt. We moeten wel wind hebben. Dus, ja, dus we gaan nu gewoon een plannen campagne maken. Ja. Waar de beste wind komt de komende dagen. En dan gaan we daar naartoe. Een cruise om daar lekker naartoe. Dus fucking lijf toch? Ik vind het een soort storm chasen. Inderdaad. Met een kite. Dat is het. Eén groot avontuur. Gek man. Laten we het doen. Ja. Ja, ik zit even te kijken. Ik heb gegoogeld op best kitesurf weer momenteel. Ik leg even te zonnen man. Ik heb wel een plek hier. Zuid-Spanje bij Gibraltar. Ja. Tarifa. Tarifa. Ja, daar ben ik al 15 keer geweest. Daar ga je vaak heen. Daar waait het flink door. Ja, ik vind het vet. Ja? Zullen we tickets boeken dan? Ja, gaan we nu, ik ga kijken of er tickets zijn. Wicked. En dan gaan we gewoon daar naartoe. Nice. Lekker naar Spanje. Sounds good. Let's go. Moet ik nog een keer lezen. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Hebben we tickets geboekt? Dat naar Malaga. We gaan naar Tarifa, als ik het goed heb. We hebben nog exact een uur, dus we moeten opschieten. Hey, tickets zijn in de pocket. Wij gaan nu naar Tarifa, want daar schijnt de wind helemaal top te zijn. Vergeet vooral niet even het kanaal van Ruben te checken. Daar zijn heel veel vette kitesurfvideo's op te vinden. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. En ik ben heel benieuwd of jullie denken dat het mij gaat lukken om een big air te maken. En vergeet vooral, ik wil natuurlijk even Bunk bedanken. Heel vet dat ze deze serie sponsoren. Check de link in de beschrijving. En tot volgende week. En vergeet niet te abonneren. Later! Goodbye to Tarifa! Woo! Pijn lijden om even te komen, jongens. Pijn is pijn.